Patricia van Aken, wethouder. We hebben een jeugdmonitor gekregen. Wat houdt dat precies in? Ja, dit is onze tweede jeugdmonitor. In 2016 hadden we de eerste uitgebracht en dit is de tweede keer. En het houdt eigenlijk in dat wij een beeld proberen te krijgen van onze Schiedamse jongeren in de stad Schiedam. Er zijn allerlei kinderen ondervraagd in verschillende leeftijdsgroepen. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk groepen 7 en 8 bevraagd. Dat zijn 10 tot 12-jarigen. En op de middelbare school, dus vanaf 12 tot 17, maar ook de wat oudere jeugd, van 7 tot 23. Dus we hebben echt 3 verschillende leeftijdsgroepen bevraagd. Een paar dingen sprongen eruit. We hadden al een artikeltje gemaakt over het pesten. Wat is toegenomen eigenlijk ten opzichte van de vorige keer? Veiligheid is een groot punt en ook eenzaamheid. Ja, het zijn ook 3 opvallende punten die ons is opgevallen. En als het gaat om veiligheid, ja, dat is een terugkerend thema. Maar ook onderwijs, vraagstukken en zoals je al zei, eenzaamheid. Eenzaamheid vond ik wel een specifieke. Dat is juist bij de oudere doelgroep. Die zeggen van, wij missen eigenlijk nog extra contact om ons heen. Waar kunnen we ons verhaal kwijt? Als ik of in een probleem zit of als ik me lekker voel. Dat zijn allemaal vraagstukken die wij bij onze zorgpartners gaan uitzetten. Maar ook vooral met de jeugd gaan bespreken. Dus we hebben een IJfkatten Power Beweging in Schiedam, waar eigenlijk de oudere jeugd voornamelijk vertegenwoordigd is. Dus we zullen eigenlijk de uitkomsten van onze jeugdmonitor op deze punten, maar ook andere punten, met hun bespreken wat zij zien, wat zij terug aan ons willen geven en hoe wij als gemeente ze bij kunnen ondersteunen. Het is een beetje een landelijk probleem. Je ziet het ook op Twitter dat jongeren oproep doen van ik ben eenzaam. Terwijl je zou zeggen de wereld ligt aan je voeten tegenwoordig. Ja, dat zou je zeggen. Maar net zoals met pesten en ook met eenzaamheid. Je ziet dat toch mobiele telefoons, sociale media toch een hoop doet bij jongeren. En dat je daar ook als ouder, maar ook als onderwijs, verschillende partners daar minder grip op hebt. Dus het is zoeken naar hoe kunnen we dan die jeugdigen toch blijven bereiken als dit hun overkomt. En hoe zorgen we dat we zichtbaar hulp kunnen blijven geven? En dat is wel een moeilijk vraagstuk inderdaad. En dat leeft landelijk. En dan moeten we met elkaar toch proberen in gesprek met de jeugd uitzien te komen. Een lichtpuntje is dat de acceptatie van LHBTI is toegenomen. Nou ja, vooral ook positieve elementen. De gezondheidservaring van de brede doelgroep is eigenlijk ook beter. Kinderen voelen zich beter en gelukkiger in Schiedam. Dus dat is positief. En ook acceptatie van LHBTI is ook gestegen. En minder discriminatiegevoelens zijn onder jeugdigen. Dus we zijn ook bepaalde elementen, bepaalde thema's zijn eigenlijk positiever uitgekomen als in 2016. Maar nogmaals, het is een beeld. Het zijn geen feiten. Dus we moeten dat vooral voor ogen houden en vooral het gesprek aangaan met verschillende partners die hier iets in kunnen betekenen. Want dat is het doel ook van deze monitor? Eigenlijk wel. We willen echt een beeld krijgen en vooral van de jeugd zelf. We praten veel over de jeugd. We willen eigenlijk meer met de jeugd in contact komen. En dit helpt ons om dat beeld beter voor ogen te krijgen en daar iets mee te gaan doen. Ja. Misschien een jeugdwethouder in Schiedam? Ik ben de jeugdwethouder. Ja, maar dan een jeugdige jeugdwethouder. Dat zou ook leuk zijn, inderdaad. Ja, we hebben natuurlijk een kindergemeenteraad. Daar wordt natuurlijk ook ontzettend veel besproken. Maar het is goed om verschillende doelgroepen, dus verschillende leeftijdsgroepen te bereiken. En dat is altijd even zoeken hoe we de jeugd daar het beste een rol in kunnen geven.